Na het inloggen komen we op het dashboard terecht. Hier op het dashboard zien we de recente projecten waaraan we hebben gewerkt. En aan de rechterkant een deel voor Quick Calculation. Hier kunnen eenvoudig en snel de kosten van een enkele processtap worden bepaald. Als we een nieuw project willen openen, moeten we echter naar de linkerkant bij de knop Projecten. Om vervolgens aan de rechterkant van het scherm op het plussymbool te klikken. Hier kunnen we een naam invullen voor het nieuwe project. In dit geval noem ik hem test. En een eventueel omschrijving toevoegen. Vervolgens kunnen we kijken naar de eigenschappen van ons nieuw gemaakte project. Een eerste keuze die we moeten maken is of we de berekeningen doen op basis van netto of bruto debieten. Het verschil tussen deze twee opties zit erin hoe er wordt omgegaan met waterverliezen tijdens de processtappen. Als we kiezen voor de netto optie, wordt er rekening gehouden met waterverliezen. Oftewel, de debieten die we opgeven zijn de resulterende debieten aan het einde van de zuiveringsstappen. Dit is handig wanneer we duidelijk voor ogen hebben welk debiet er moet worden geproduceerd. De andere optie, namelijk werken met bruto debieten, betekent dat er geen rekening wordt gehouden met spoelwaterverliezen wat betreft de debieten die we zelf invullen. Oftewel, de debieten die we opgeven zijn de stromen die aan de voorkant van het proces inkomen. Dit kan een handige optie zijn wanneer er rekening moet worden gehouden met de inname door bijvoorbeeld vergunningen of wet- en regelgeving. We kiezen voor dit voorbeeld voor de bruto berekening. Vervolgens kunnen we het ontwerpdebiet voor de productie en ontwerpdebiet voor distributie invullen. Ik kies hier voor het ontwerpdebiet productie voor 1500 kubieke meter per uur. En bij distributie voor 3000 kubieke meter per uur. De verhouding tussen ontwerpdebiet productie en ontwerpdebiet distributie geeft aan wat de uurpiekfactor is. In dit geval komt er een uurpiekfactor van 2 uit. Vervolgens kunnen we de dagpiekfactor invullen. En vervolgens op opslaan klikken om het project aan te maken en daadwerkelijk de processtappen te kunnen gaan invullen. Vervolgens komen we op de projectpagina terecht. Hier zien we aan de rechterkant de eigenschappen, dus de dingen die we net hebben ingevuld, berekening op basis van bruto debieten, de ontwerpdebieten, dagpiekfactor. Ook hieronder nog een klein overzicht van enkele dingen die worden berekend door de kostenstandaard. Mochten we nog dingen willen aanpassen aan het project, kunnen we hier aan de rechterbovenkant op het potlood klikken om vervolgens nog aanpassingen te maken aan de eigenschappen die we hebben ingevoerd. Wanneer vervolgens weer op opslaan wordt geklikt, kan er verder worden gewerkt aan het project.